Fractie van Forum voor Democratie. Het woord is aan de heer Driessen. Voorzitter, de zetels van dit huis zijn inmiddels doordrenkt met het bloed van de democratie en de tranen van onze Limburgers. Gedreven door een onaflatende reeks aan onmiskenbare schandalen die een blamage vormen voor dit parlement, de democratie, de rechtsstaat en de burger, deden een aantal partijen 2 maanden geleden wat het juiste was. Zij kozen ervoor om zich hard te maken voor verandering. Zij kozen ervoor om geen genoegen te nemen met beschamende perikelen die het vertrouwen dat in ons gesteld is blijven schaden. Zij verkozen recht doen aan de burger boven eigen belang. Zij kozen ervoor om schoon schip te maken. Dat vervolgens een politieke afrekening plaatsvindt op de initiërende partijen, zal hen persoonlijk niet deren. Zij staan er immers voor de burger en niet voor zichzelf. Wat echter wel deert, is de totale minachting voor het democratisch proces. De eerste poging om te komen tot een stabiel college van 8 middenpartijen was zo extreem stabiel dat het haar eerste week nog niet eens doorkwam. Wel werd er een compleet debat opgetuigd om te bezien of deze stabiele constructie op een meerderheid kon rekenen en of iedereen zich comfortabel genoeg voelde. De tweede poging van liefst 9 partijen die werd opgetuigd omdat het CDA zich niet comfortabel genoeg voelde na het schijndebat dat werd georganiseerd. Deze optie strandde omdat de gekozen partijen SVL en SP zich niet comfortabel voelden bij deze stabiele mix van partijen. De derde poging was een zeldzame totalitaire variant. Het democratisch proces werd terzijde geschoven, want wie houdt er nu van democratie als deze tegen je werkt? En de niet gekozen gouverneur ging zelf kiezen voor niet gekozen gedeputeerden. Toevallig mensen van de partijen van de vorige opties. De conclusie van het proces is even verbazingwekkend als beangstigend. Als de democratische orde niet het gewenste resultaat oplevert na 2 formatiepogingen, moet die formatiepoging maar autoritair opgelegd worden. Daarbij kunnen velen van geluk spreken dat we in Nederland leven, want in menig land had de bevolking u uit het parlementaire orgaan verwijderd, goedschiks of kwaadschiks. Het lijkt me inmiddels op de doorontwikkeling van de Noord-Koreaanse politieke filosofie Yuche, waarbij de Noord-Korea draait om 1 man, draait het in de Nederlandse politiek om een aantal partijen. En om een aantal partijen ook zeer zeker niet. De democratische stemgang doet aan die ideologie vrij weinig af. En tot slot, voorzitter, wil ik een stuk voorlezen uit een mij heel dierbare schrijver die ik erg waardeer, maar wat eigenlijk 12 jaar geleden geschreven is, 13 jaar geleden geschreven is en misschien nog nooit zo actueel is geweest. Een korte passage. Wat voor invloed hebben wij werkelijk op ons bestuur? 1 keer in de 4 jaar ergens in een gymzaaltje op een knopje mogen drukken, waarbij je op basis van volstrekt ontoereikende informatie, we weten niet eens wat er in de ministerraad of op de ministeries besproken wordt, op een serie partijen mag stemmen die allemaal als 2 druppels water op elkaar lijken. En hun goedkope verkiezingsbeloften immer en altijd meteen na de verkiezingen schaamteloos en zonder consequenties bij het grof vuil dumpen. Waarbij de kans dat jouw stem de uitslag daadwerkelijk beïnvloedt zo klein is dat je in groter risico loopt op weg naar het stemlokaal door de bliksem getroffen te worden, terwijl het niet eens regent. Tot zover, voorzitter. Een interruptie van de heer Driessen. Voorzitter, dank u wel. Bij het mede ondertekenen van die motie, in die geest, gingen wij er ook vanuit dat iedere fractie benaderd zou worden om daar überhaupt overleg over te hebben of om daar mee aan tafel te gaan zitten. Ook juist omdat het een verantwoordelijkheid van de Staten is. En we zijn dan ook benieuwd waarom dat niet gebeurd is. Daar kom ik op, vanzelfsprekend. Als de vraag is, van hebt u met fracties gesproken, dan is het antwoord nee. Ik heb niet met fracties gesproken. Ik heb wel met individuele statenleden-fractievoorzitters gesproken. Vanuit de simpele invalshoek dat ik wel vandaag, at the end of the day, de zekerheid wil hebben dat er weer een college zit. En er is, dacht ik, door de heer Driessen gezegd van ja, het lijkt hier Noord-Korea wel autoritair, antidemocratisch. Nee, het democratische proces vindt vandaag plaats. De staten kunnen daar in volle vrijheid over stemmen. En ik moet de heer Driessen teleurstellen, ik ben ooit in mijn leven een keer in Noord-Korea geweest. Ooit een keer. En ik kan u daar hele boeiende verhalen over vertellen, maar iedere suggestie dat datgene wat hier gebeurt op die toestanden lijkt, die werp ik verre van mij.
Interruptie van de heer Driessen en de heer Klaassen. Eerst de heer Driessen. Voorzitter, dan ben ik ook benieuwd als dat de gang van zaken daar, als de gang van zaken daar niet op lijkt, volgens de gouverneur, dat het dan ook normaal is in een democratisch proces dat een ongekozen persoon, een niet gekozen volksvertegenwoordiger, dus iemand die niet hier in het parlement zit, ook de mensen gaat selecteren, de personen gaat selecteren, die vervolgens op die plekken gaan zitten en die vervolgens op die plekken gaan zitten namens die partijen die er vervolgens over mogen stemmen, die daar niet van tevoren over zijn ingelicht en die niet mee aan tafel hebben gezeten. In feite heb ik die vraag al beantwoord, want de kandidaten die gaan niet namens hun partij zitten. Dat is vanmorgen omstandig aan de orde geweest. En omdat via een simpele rekensom, ik dacht, ja, zoals gezegd, at the end of the day wil ik wel weten hoe het complete team eruit ziet en of er een kans is dat op 2 juli er ook weer een college van GR zit, ben ik zelf maar eens na gaan denken van welke namen er verder nog te verzinnen zijn. En ik kwam inderdaad, omdat ik die ook uit mijn verleden ken, als een buitengewoon stevig Tweede Kamerlid, uit op de naam van mevrouw Van Torenburg. En de lezing die mevrouw Werry gaf, die is volstrekt juist. Dan heropen ik de vergadering, dames en heren, en geef ik als eerste het woord aan de heer Driessen namens de fractie Forum voor Democratie. Dank u wel, voorzitter. Ik had eigenlijk een tweede voordracht uit het boek gepland, maar ik heb begrepen dat u haast en honger heeft, dus dat zal ik u besparen. Afgelopen woensdag was ik niet voornemens om te komen naar de plechtmatigheid die gepland stond. Want ik was getuige van het Limburgs kampioenschap clichématigheden opvoeren. En eerlijk gezegd was dat spannender dan Oranje die speelde op het Europees kampioenschap, want het ging nek aan nek tussen de coalitiepartijen en vandaag zijn we met die coalitiepartijen in de verlenging beland. Ik ben derhalve ook blij dat ze niet voor een tweede termijn gaan, want dan had ik er nog een keer naar moeten luisteren. Ik heb wel nog een aantal vragen staan voor de gouverneur. En dat is, ik heb nog niet helemaal helder waarom dat wij nou niet waren uitgenodigd, of alle partijen waren uitgenodigd, bij de gesprekken om eventueel een kandidaat gedeputeerde te leveren. En dan een tweede punt. Wij kregen vorige week, geloof ik, was ik op bezoek. En toen kregen wij een dienstmededeling over hoe een en ander zou lopen. En met een kwartier stond ik weer buiten. En toen bekroop mij toch het gevoel, en ik weet niet of we dat ook uitgesproken hebben op dat moment, maar dat ik de namen vanzelf wel in de krant zou lezen. De gouverneur gaf mij toen te kennen dat wij netjes op maandag of dinsdag gewoon de namen in onze mail zouden krijgen. Maar tot mijn grote spijt en schrik is het toch gebeurd dat wij de namen eerder uit de krant lazen dan dat wij deze van de gouverneur hoorden. Hoe heeft dit kunnen gebeuren, is mijn vraag. En dan, als ik mij goed heb laten informeren, heeft de gouverneur Remkes zelf deelgenomen aan een commissie voor bestuurlijke vernieuwing. En hoe verhoudt die commissie met haar aanbevelingen voor bestuurlijke vernieuwing zich tot het proces dat de heer Remkes heeft gevoerd hier in Limburg, en met inspraak van iedereen? Tot zover, voorzitter.